superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe challenge video. En in deze challenge video ga ik een paar championships, ik weet nog niet hoeveel championships ik ga doen, maar ga ik in ieder geval 3 championships doen. En wanneer ik niet in de top 3 kom bij een champ, moet ik 1 item uit het doen, zeg maar. Of in ieder geval een, ja, dan moet, ja, hoe ga ik dat doen? Doe ik van mijn paard bijvoorbeeld zijn zadel af of zo. Dus heb ik minder punten voor de volgende champ. Dus ik moet, als ik niet in de top 3 beland, dan moet ik dus, nou ja, een zadel of het hoofdstel of iets wat met punten heeft, moet ik af gaan doen bij de volgende champ. Dus heb je nou zin in deze video, blijf zeker kijken. En ik wacht lekker nog even een half uurtje totdat Moorland begint. Dus dan zie ik jullie straks wanneer het Moorland Championship begint. Nou jongens, we gaan weer beginnen. Ik kon trouwens geen Let's Champ opnemen, want zoals ik al had verwacht, heb ik niet veel getraind deze week. Dus ik kon niet, nou ja, je snapt hoe het gaat altijd bij mij. Niet zo'n traintype, maar goed. Volgende week is die waarschijnlijk wel uitgetraind. Mijn Arabier away. I guess. Ik hoop het. Maar we gaan nu voor de top 3, maar... ja, dat moet eigenlijk wel lukken. Klinkt heel dom. Ik dat zeg, maar goed, je weet het. Soms gaat het gewoon gruwelijk fout. De andere keer gaat het heel goed. Maar, oké, wacht. Als ik eerste word nu, dan vind ik dat ik ook een andere... dan vind ik dat ik volgende champ ook 1 handicap moet hebben, zeg maar. Om het even zo te noemen. En dat ik dus de volgende champ ook iets af moet doen. Dat vind ik wel leuk, want ja. Dus of als ik niet in de top 3 kom... Of als ik eerste word. Ja, dat gaan we doen. Want anders is het natuurlijk... Ja, dan ben je al slecht. En dan... Nou ja, goed. Ook als het goed gaat, maar ook als het heel slecht gaat. Dan moet ik het doen. Maar hier ga ik altijd fout. Oké, niet altijd. Oh my god, wat een geluk. Ik dacht dat ik er aan de andere kant uitvloog. Oh my godness. Zagen jullie dat? Tering, hé. Dat ging echt bijna fout. Ik denk, ik ga gewoon... Per ongeluk gewoon... Ik kon ook niet sturen, want ja, ik was aan het sliden. Oh, het ging zo bijna fout. Hallootjes. But we're still going strong. Oké. Okay. We're still going strong. Ja, ik moet in de volgende race... Moet ik iets afdoen, omdat ik eerste ben geworden. Nice. Oké, okay, ik vind het wel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Of ik dan niet... oh, ik kan niet typen en rennen tegelijk en sturen. Maar ik ben benieuwd of... Nee, dat is echt wel... Als ik bijvoorbeeld een zadel afdoe, dat is gewoon snelheid 3. Hè? Dat ga ik er dan... Het gaat nooit lukken. Maar goed, ik hoop dat ik misschien haal ik dan alsnog. Wat hoorde ik voor iets ruis? Ik hoorde een heel raar geluid. Oké, okay. Wat? Ja, even kijken wat de volgende championship is. Het is nu 12, 13, Fort Pinta. Oké, okay. Nou dan zie ik jullie weer wanneer Fort Pinta er niet is. En dan ga ik denk ik, ja, kijk, als ik mijn hoofd zo afdoe, heb ik ook min 3 snelheid. En dit is ook min 3 snelheid. En dit is ook min 3. En dus dan min 2. Maar ik doe dan wel gewoon mijn zadel af of zo. Maar dan zie ik jullie dus wanneer Fort Pinta weer begint. Dus tot straks. Nou jongens, we gaan beginnen. En ik doe mijn zadel af. Yay. Yeah. Dit wordt heel erg kloten, moet ik zeggen. Denk ik. Oh ja, ik hoef niet te rennen. Want ja. Mensen gaan me raar aankijken waarschijnlijk. Van mijn club. Van waarom de fuck heb jij je fucking zadel af dan? Maar oké, okay, we moeten het er maar mee doen vandaag. Het is gewoon min 3 snelheid, hè. Dat is eigenlijk echt heel veel. Moet je nagaan. Als ik hier nog mee iets win, dan weet ik het ook niet. Maar goed. We gaan het gewoon proberen. Oké, okay, ik vind het als ik nu weer in de top 3 kom, dat ik weer een, bij de volgende weer nog een handicap moet doen. Ja,
Deze challenge heb ik een beetje zelf bedacht. Dat is heel random. Maar ja, we gaan gewoon lekker onze eigen regels maken, weet je. Het is namelijk ook iets wat ik zelf bedacht heb. Dus ja, ik had er ook nog niet helemaal zo ver over nagedacht. Maar goed, we gaan gewoon kijken hoe het loopt zo. Nou, ik moet zeggen, het gaat op zich nog best wel oké. Niet te snel juichen, Riley. Corinne denkt waarschijnlijk, waarom de fuck heb jij geen zadel op? Gewoon snelheid 25. Dat is echt heel weinig. Maar het gaat op zich wel oké. Ik ben tweede, dus. Boom. Ja. Ik had wel verwacht wat Corinne me in ieder geval in zou gaan halen. Ja. Ik hoop dat ik niet weer faal bij deze fucking laatste jump. Want echt, ik zweer het. Ik haat het. Dat is me de laatste tijd al zo vaak gebeurd. Dat is vreselijk. Moet je kijken, joh. Ik ben gewoon tweede. Ik had tweede met snelheid 25. Wow. Nou, dan gaan we de volgende. Waarom laat Nora winnen? Wat? Ik doe challenge. Maar jij faalt. Wat? Oh nee. Nou, whatever. Ik ga denk ik hierna mijn hoefijzers afdoen. Want dan heb ik 2 snelheid. Ja, dus heb ik een snelheid 23 nog maar. Even kijken wat de volgende champ is. Want dan gaan we die dan straks doen. Om 2 uur. En dat is Gouden Heuvelvallei. En dat is dan ook de laatste van vandaag. Dus ik ben heel benieuwd of wij dit gaan halen. Eventueel doe ik ook nog een andere daarna. Wat is daarna? Jorvikstal. Misschien doe ik die ook wel. Het ligt er even aan of ik nog zin heb. Dus dan zie ik jullie in ieder geval straks bij Gouden Heuvelvallei Champ. Oké, we gaan beginnen. En ik doe gauw even mijn hoefijzers ook af. Dus nu zitten we zonder hoefijzers en zonder zadel. En dat is dus snelheid 23. Wat ik nu heb. Dus dat is best wel weinig. En ik gok mijn kansen. Ik schat mijn kansen niet heel groot in meer. Nu is er wel echt heel erg weinig snelheid. Maar goed. Let's go. We gaan het gewoon proberen. Ik heb wel besloten dat dit de laatste jump is voor deze video. Want ja. Het is fucking warm weer. En ik wil niet de hele dag achter mijn computer zitten. Want ik zit dus gewoon nu te wachten elke keer tot er een jump is. Achter mijn computer. Computer, hoor je mij? Nou, maar en dat oh mijn god, zag je dat? Het freeze gewoon. Wauw. FPS drop to the max. Maar wat ik wou zeggen is dat het heel warm weer is en ik wil nog wat doen met mijn machete. En dan ga ik niet, ik ga gewoon niet nog een jump doen. Geen zin in. In ieder geval niet voor video. Want ik moet nog video editen, thumbnail maken. Dus ja, dan zit ik nog wel even. Waarom ga ik zo goed? Met mijn snelheid 23. Wat is dit? Jongens. Zou die snelheid dan toch eigenlijk bijna niet uitmaken? Zou het dan het rijden zijn wat het misschien echt heel erg zeg maar verandert? Ik weet het niet. Ik heb ook niet het gevoel dat ik veel slomer ben. Maar ook niet dat ik... Ja, weet ik niet. Ik weet het niet. Ik heb wel geluk dat er een aantal champers niet zijn. Moet ik wel zeggen. Want daar, ja. Anders had ik daar wel misschien van verloren. Maar we gaan gewoon lekker door. Hoppa. Ik blijf mezelf verrassen, jongens. Maar niet te snel juichen altijd, hè. Ik doe altijd veel te snel juichen. Maar ik heb aardig voorsprong. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Maar snelheid 23. Maar joh. En normaal is 8, dus gewoon 5 snelheid gewoon eraf. Oh wel. Mijn clubgenootje zit wel achter mij. Sorry, het is niet mijn clubgenootje. Het is mijn lid. Nee. Dat
klinkt zo kut. Maar Nora zit achter mij. En daarna Irene. Dus onze club is lekker top 3 geworden. Oh, ik klikte mis. Shit, man. Oh, dit is echt heel klote. Hell yeah. Nee, nu moet ik heel lang wachten. Shit, sorry. Waarom? Ik dacht serieus dat ik... Hoe ben jij sneller? Ja, weet ik ook niet. Wacht even, ik kan niet typen. Ik heb niet geklikt op het fucking dingetje. Dorina is ook gefinished. Jongens, ik heb niet geklikt op het fucking kruisje. Ik dacht dat ik geklikt had. Kut. Ik wil even zeggen. Vlugel. Ik wil ook vlugel. Nou, we zijn de eerste, wat? Oké, dit had ik niet verwacht. Daarom ben ik confused, ja, inderdaad. De heks, nou nee jongens, dat doe ik sowieso niet. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze challenge video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik vond het ook best wel leuk. Wel een challenge, I guess, maar... Het is wel goed uitgepakt. Dus nou, ik zie jullie de volgende keer weer. En dat is woensdag. En woensdag komt natuurlijk de update van het regenboog spektakel wereldachtig iets. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus dan zie ik jullie dan. Doei!